Gerco Schreuder, we zijn in Calgary. Het is nu vandaag donderdag. Ja, zondag dan moet het gaan gebeuren, de grote prijs. Want ja, daarvoor heb je in wezen het EK opgegeven. Ja, oké, er zijn heel veel goede proeven hier in Calgary. Londen heeft gisteren een ronde gelopen. Sprong die heel goed, gaf een goed gevoel. Morgen op vrijdag springt hij wel de dikke proef. En dan normaal gezien zondag weer. Maar je bent hier toch echt voor die grote prijs? Ja, natuurlijk. Iedereen wat hier springt, die gaat voor die grote prijs. En dat ga ik ook zeker proberen. Maar er zijn veel goede proeven hier, dus we springen ze eerst morgen ook nog. Londen sprong gisteren fantastisch. Je deed het, zoals het heet, lekker rustig aan om hem hier aan dit immense trein te laten wennen. De vorm is goed. Ja, hij voelt goed aan. Hij sprong heel goed gisteren. Oké, dit terrein is, zoals je al zegt, is een heel groot terrein. De hindernissen zijn eigenlijk ook een beetje anders dan we gewend zijn. Maar gisteren was het gevoel goed en dus dan gaan we op naar morgen. Ja, want dat hele grote terrein vraagt ook om hele brede hindernissen. Ze hebben hier nog de klassieke breedte, hè, van, wat is het, 5 meter? Ja, zeker. Het zijn heel brede hindernissen. Anders dan wij eigenlijk gewend zijn. En wat ook weer afgewisseld wordt door een enkel heel smalle hindernis tussendoor weer. Wat dan echt optisch heel moeilijk is voor de paarden. €330.000 is de hoofdprijs. Heb je slapeloze nachten of slaap je gewoon lekker rustig? Nou, ik heb een beetje last van de jetlag, maar verder slaap ik wel goed. Maar natuurlijk is enorm veel prijzengeld, maar om daar de hele dag over na te denken, dat komt ook niet goed, denk ik. In ieder geval, heel verschrikkelijk veel succes zondag.